Hey daar, toekomstige huiseigenaren. Heb jij je ooit afgevraagd hoe jouw droomhuis binnen handbereik kan komen door slimme, groene keuzes? Nou, pak een kopje koffie en ga er goed voor zitten. Want we gaan het hebben over hoe energielabels in 2024 jouw hypotheekmogelijkheden gaan vergroenen en verruimen. En verder wordt de NAG-grens flink opgetrokken en is ook nog eens een keer de grens voor de korting op de overlastbelasting omhoog gegaan. Het kan niet op, dus blijf kijken. Ik ben Theo Heus, NVM-makelaar bij digimakelaars.nl. We kopen en verkopen huizen in heel Nederland. En ons hypotheekkantoor Papieren Assurantie kan je ook nog eens van goed financieel advies voorzien. Abonneer je op ons kanaal en klik op de bel. Iedere donderdag hebben we nieuwe video's over wonen en je eigen huis. En dan blijf jij lekker op de hoogte. Spring mee naar 2024, waar de regels van het hypotheekspel veranderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een frisse wind geblazen door de leennormen. En nu speelt het energielabel van het huis wat je koopt de hoofdrol. Stel je voor, je hebt je oog laten vallen op een woning met het energielabel A of B. Goed nieuws, want je kan nu 10.000 euro extra lenen. En als je all-in gaat voor een huis met A 4+'en, met 10 jaar garantie, dan wordt je woningportemonnee maar liefst 50.000 euro dikker. Kaching! Met lonen die naar verwachting van het Centraal Planbureau in 2024 stijgen met gemiddeld 5,2%, groeit voor veel mensen ook nog eens een keertje de leenruimte. Dat betekent dat meer huishoudens een groter budget krijgen. En omdat energiezuinige woningen gelijk staan aan lagere energierekeningen, kan jij dat extra hypotheekbedrag straks best aan. Nou, dat is in ieder geval de redenatie van de overheid. Oké, tijd voor een beetje verbouwingsmagie, want ook voor woningeigenaren is er goed nieuws. Wil je jouw woning vergroenen? Goed bezig! Afhankelijk van jouw huidige energielabel kun je 10.000 tot wel 20.000 euro extra lenen om die duurzame droom waar te maken. Dat is een serieuze upgrade van de huidige 9.000 euro. En voor de boekenwurmen onder ons met een studieschuld, er is licht aan het einde van de tunnel. Want vanaf 2024 is wat je echt aan duo betaalt belangrijker dan het spook van je oorspronkelijke schuld. Even een adempauze. Last but not least, voor alle single Pringles die niet willen wachten op een partner om een huis te kopen, ook voor jou is er goed nieuws. Als je inkomen het toelaat, kun je aanvullend 16.000 euro lenen. Dat kan nou net het verschil maken voor jouw solo woonavontuur. Ben je jonger dan 35 en koop je je eerste huis, dan is de grens waarbij je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen 510.000 euro geworden. En wil je gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie, waarmee je dus verzekerd bent voor calamiteiten zoals ziekte, baan kwijt of echtscheiding? Die grens wordt opgetrokken naar 435.000 euro en met energiebesparende maatregelen zelfs naar 461.100 euro. Blijft ons advies dat je moet sparen voor je eerste huis. Je ziet op de video hier wat je nog allemaal aan extra geld moet hebben als je een huis koopt. Verkopers, het is meer dan ooit zaak om je energielabel op orde te krijgen. Voor jullie heb ik hier nog een interessante video over de waarde van een goed energielabel. Dat was hem, vrienden van de duurzaamheid. Vergeet niet te liken, delen en abonneren voor meer slimme woningtips. Laat ons in de comments weten wat jouw droomhuis is en hoe jij dan duurzaamheid omarmt.